kan je als golfer tegenwoordig nog zonder een goede afstandmeter. Het is een ideaal hulpmiddel om natuurlijk niet alleen de afstand naar de vlag te meten, maar ook naar verschillende hindernissen. Maar er zijn heel veel verschillende modellen. Dus ik ga vandaag uitzoeken wat zijn de verschillende types, modellen. En we gaan ook nog even de baan in met ons testpanel om te kijken hoe het in de baan werkt. 167 naar het midden. Ja, de laser is een heel verfijnd apparaat. Ik vond het niet heel handig. Hier zou ik de mijne zo voor in willen ruilen. Erik, jij gaat ons even helpen om er met de deur in huis te vallen. Wat voor verschillende afstandmeters zijn er? Er zijn verschillende afstandmeters. We hebben horloges, ja. Die heel veel verkocht worden. We hebben kleine kijkers aan die kant. En we hebben kleine metertjes voor op de baan te testen. Wat zijn de voordelen van die twee categorieën? Wanneer zou ik een laser moeten kopen en wanneer zou ik een horloge moeten kopen? Een horloge heb je direct op de baan. Dus ben je bij de bal, dan zie je meteen de afstand voor, midden, achter van de green. Ja. Je kunt de hindernissen meteen bekijken. Je kunt de scores meteen invullen. Dat gaat allemaal heel snel dus? Dat gaat allemaal heel snel. Ja. Dus dat is een beetje een kijker. Die heb je eigenlijk aan je tas zitten. Of aan de trolley. Mm-hmm. Wanneer je bij de bal bent, dan kijk je heel even. Je pakt de kijker. Je meet naar de boom die midden op de fairway staat. De dogleg. De vlag. En dan krijg je je shot. Dan heb je je afstand. Nou, dan bepaal je je clubkeuze. Ja. Leg je weer terug. Hangt hem aan de tas. Duurt allemaal wel een stukje langer. Ja. En als het gaat om nauwkeurigheid, kan je daar nog iets over zeggen? Zijn er dan verschillen tussen de GPS-apparaten en de laser? Qua nauwkeurigheid zijn ze eigenlijk allemaal, want het gaat via de satelliet. Ja. Dus ze zijn heel nauwkeurig. Laten we beginnen bij de eerste. Is dat het instapmodel, zou je dat kunnen zeggen? Dat klopt, dat is eigenlijk het instapmodel. Aantal banen wereldwijd is exact hetzelfde. Ja. Dit is een bediening eigenlijk op de pols. Het is gewoon een basismodel. Hij geeft voor, midden, achter green geeft hij weer. Scorekaart kun je invullen en je kunt de green iets duidelijker maken. Ja. Dit model is in kleur. Is wat duidelijker. Meerdere functies, meerdere sporten. En dit model geeft de volledige contour van de baan weer. Okay. Dus ook zie je meteen hoe de baan loopt, waar de hindernissen zijn. Ja. Dat kun je hier wel opvragen, maar hier zie je het meteen. Ja, precies. Dat zijn de drie grote. En dan heeft deze uiteraard wat meerdere functies. Ja, en hartslagmeter op de pols. Precies. En je ziet hier ook dat het een touchscreen is. Hè? Dus geen knoppen, maar deze twee modellen. Dat zijn bedien je gewoon direct op de pols. Ja, direct op de pols. Nou, dan zijn we bij de lasers of de rangefinders beland. Het duizelt me een beetje van de verschillende mogelijkheden die je hier hebt. Maar jij gaat ons gelukkig helpen. Laten we bij deze beginnen. Wat zijn de verschillen tussen deze lasers die je hier hebt klaargelegd voor ons? De kwaliteit van de laser, dus de kwaliteit van de lens, dat is de duidelijkheid, de scherpte met zonlicht, maar ook met eventueel bewolking, met regenachtig weer. Dat je duidelijk ziet wanneer je hem gebruikt, dat je meteen de afstand kunt aflezen. Ja. De ene is duidelijker, die gaat tot 400 meter, de andere gaat tot 500 meter, de andere tot 600 meter. Vooral ook in scherpte. Bij de duurdere modellen, als het waait, de vlag gaat op en neer, dan zit er meteen een trillfunctie op, dat hij meteen de vlag pakt, dus meteen de afstand meet. Ja. Dus het gemak van schieten is wat makkelijker, om maar even zo te zeggen. Hij pakt sneller het doel, ja. De handigheid. Dit is een wat kleiner apparaat, hij wordt steeds groter. Hoe meer functies er hebben, dan wordt het apparaat qua gebruik ook veel groter. En wat kan je zeggen over de nauwkeurigheid? Zijn al die lasers even nauwkeurig? Globaal wel. Ja. Ja, dat is uiteraard het prijsverschil. De kwaliteit, naarmate de laser scherper is, dan zitten hier betere lenzen zitten erin. Zodat hij echt meteen, maar ook nauwkeuriger is. Hij pakt hem sneller, dus de te meten afstand, maar vooral ook nauwkeuriger. Erik, dan heb je ook nog een derde categorie eigenlijk en dat is de handheld. Is dat voor de mensen die eigenlijk geen horloge dragen of niet met zo'n laser willen schieten? Klopt, klopt. En hiermee kan je ook alles, zeg maar... Dezelfde functies een beetje als de S62, het horloge. Alleen deze die kun je op een golftrolley maken. Loop je met een trolley, dan heb je precies je display, kijk je continu erop. Of je hangt hem aan je golftas als je geen
trolley loopt. Dus ja. Met een draagtas. En een mooie extra, je kan hier volgens mij ook de balsnelheid mee meten. Ja, als je aan het oefenen bent. Ja, klopt. Dus je kunt hem als training gebruiken op de draaien range. Nou, dankjewel Erik voor jouw kundige informatie. Graag gedaan. Met deze drie apparaten gaan we de baan in, want we zijn nu bij Jumbo Golf Teteringen. Hier tegenover ligt Golfpark De Hanen en daar staat een testpanel van drie golfers op ons te wachten om de drie apparaten te testen. Ik ben Peter Reniers, ik ben 37 jaar. Ik speel in Dordrecht bij Golfclub De Merwelanden en mijn handicap is 17,4. Ik ben Elma Sandé, ik golf bij Amelis Weert en mijn handicap is 12,1. Ik ben Bart, 37 jaar, golf nu precies een jaar, handicap 32. En ja, niet ergens lid, maar golf eigenlijk op zoveel mogelijk plekken als waar ik kan. Nou, de testers gaan nu de baan in. Elma, Peter en Bart. En ze gaan voor ons de apparaten testen. Ze gaan kijken naar de accuratesse, naar het gebruiksgemak, naar het beeld van de kijker. En dan gaan we straks horen wat ze ervan vinden en of die afstanden een beetje kloppen. 167 naar het midden. Ja. Even kijken, we staan nu hier op 173 meter. De handheld was echt wel een heel makkelijk device. Het is een net als een telefoontje. Je duwt eigenlijk in je broekzak en je hebt het eigenlijk altijd bij je. Dat is grappig. Er staat zo'n stipje van u bevindt zich hier, zeg maar. Ja, maar ja, dat had ik dus zelf eigenlijk ook al gezien met mijn ogen. Ja, als ik hier op mijn device kijk en ik meet hem op de bunker, is die 254 meter. Nou, als ik hem vergelijk met mijn eigen laser, dan vond ik het iets lastiger richten. Want het stipje waar je mee richt, dat danst een beetje. Dat moest ik aan wennen. Ja, ik vond het een mooi horloge. Mooi helder scherm ook. Ik had er geen last van met het dragen. Ik vond ook wel dat het... het is natuurlijk een klein scherm op een horloge. Dus ik vond het nog wel lastig om dingen te zien. Ook qua gebruiksgemak lastig. Je bent er door menu's heen aan het scrollen. Het is heel, wat ik zeg, een klein scherm. Dus ik vond het niet heel handig. Als ik deze aanzet, dan zie ik in het scherm aan de linkerkant de golfbaan. En dan kan ik vervolgens een target kan ik aanklikken en dan de afstand meten. Ik zie wel dat de green wordt beschermd door twee bunkers. Ja. De eerste is vanaf hier op 334 meter. De handheld was eigenlijk een beetje een vergrote versie van het horloge. Ook daarin vond ik qua gebruiksgemak het wat onhandiger. Misschien dat het heel veel features heeft, dat je echt hoeveel doorheen zit te scrollen en doen. Ja, ik vind het te veel afleiden eigenlijk van mijn spel. De front is 208 en back is 236. Zo, dit is een cool horloge. Hier zou ik de mijne zo voor in willen ruilen. Ja, de laser is een heel verfijnd apparaat. Het enige daarmee is dat je hem eigenlijk altijd los apart moet pakken om hem te gebruiken. Ik ben wel benieuwd, ben jij hier? Chanté. Ja, als u. Dank u. Oké, bunker 235. We hebben nu de drie apparaatjes die we de baan in hebben genomen, hebben we nu doorgeruild. Dus hij had net een horloge en nu dus een kijker. En dan gaat hij hem afslaan. Nou, goeie bal. Ja, ik kan nu dus de vlag targeten en dan zie je een pop-up met het logo van het vlaggetje en groot in beeld de afstand. Op de komma nauwkeurig, 168,1. Goed, 311 meter en de bunker hebben we geen last van. Wat aan de handheld fijn is, is dat het wat groter is, dus je ziet de baan beter erop, zeg maar. Nou, het horloge was wel een heel compleet device. In principe zit er eigenlijk alles in. Je kan tot de bunker kan je goed aflezen. Het enige wat er ontbreekt is dat je de pinpositie niet exact kan scannen. Nou, onze drie golfers zijn net de baan in geweest. Ze hebben de drie afstandmeters getest. Nou ja, ze hebben gekeken naar de nauwkeurigheid. Ze hebben gekeken naar het gebruiksgemak. Ze hebben gekeken naar de helderheid van het beeld.
Dus ik ben heel benieuwd naar hun oordeel en nou ja, wat voor hun de beste afstandsmeter is. Nou, wat ik zou kiezen is denk ik een apparaat wat je eigenlijk gewoon altijd bij hebt. Of om je arm of gewoon in je broekzak. Als je uit die drie modellen zou kiezen, dan zou ik eerder het handheld device kiezen. Omdat daar toch ook nog eens voor de driving range de opties erbij zitten. Als ik uit deze drie moet kiezen, nou ja, duidelijk het horloge. Vind ik echt een prima optie. En daarnaast zou ik altijd een kijkertje hebben, zeg maar, die alleen de afstand meet. Ik ben eigenlijk wel vrij snel tijdens het spelen hier op de baan erachter gekomen dat ik wel echt team rangefinder ben, zeg maar. En dat dat wel iets is wat ik zou willen gebruiken. Met name om meer bewust te zijn van mijn afstanden die ik sla. En ook meer bezig te zijn met afstanden die ik moet slaan. En zonder al te veel poespas en afleiding eigenlijk. Aan het begin van de video vroegen we natuurlijk, kan je nog wel zonder afstandsmeter? Tuurlijk kan dat, hè? Er staan nog steeds afstandpaaltjes in de baan of misschien wil je het niet, vind je het allemaal gedoe. Nou, we hebben in ieder geval vandaag laten zien wat voor verschillende mogelijkheden er zijn en dat zijn er talloos. Het leuke was natuurlijk dat er één ging voor de laser, de ander weer voor het horloge en de derde voor de handheld. Nou, wij willen graag weten van jou wat jij zou kiezen als je een afstandsmeter hebt. Dus laat een reactie achter onder deze video en like hem ook gelijk even en dan tot de volgende.